We staan hier in Maarwerksoord op de systeemdemonstratie van Grondig Boeren met Mais. In deze systeemdemonstratie die in 2012 aangelegd is, wordt elk jaar op dezelfde plek op dezelfde wijze mais geteeld. We hebben een vijftal verschillende systemen. Het eerste systeem is het gangbare systeem, waarbij drijfmest toegepast wordt, geploegd wordt, vervolgens mais gezaaid wordt en natuurlijk de afgelopen jaren ook gras ondergezaaid wordt. Hier dit systeem staan we bij het zogenaamde organische stofsysteem, waarbij de helft van de drijfmest vervangen is door compost. Vervolgens hebben we het volgende systeem, systeem 3, waarbij mineralen uit de kringloop gebruikt worden, de dunne fractie. Vervolgens in systeem 4 oogsten we eerst een snede en gaan we daarna in stroken mais zaaien. En het laatste systeem is het vruchtwisselingssysteem, waarbij gras en mais afgewisseld wordt. Ik wil even stilstaan bij dit systeem, het organische stofsysteem, waarbij we nadrukkelijk streven om additioneel organisch materiaal aan te voeren om die bodem te voeden. Nou, het voeden van die bodem komt vooral ook terug hoe die mais groeit. De mais ontwikkelt zich sneller in het voorjaar en laat ook onder extreme omstandigheden, zowel nat als droog, minder stress zien. Groeit er makkelijker doorheen. Vervolgens zien we ook dat deze mais in de afgelopen jaren, dat deze mais, het staat hetzelfde ras op ten opzichte van het gangbare systeem, dat deze mais sneller oogstrijp is, terwijl je dat minimaal dezelfde opbrengst realiseert. Hier in het organische stofobject is onderzaai ook een belangrijk onderdeel van het systeem. En als we hier dan kijken hoe de onderzaai erbij staat, is hier heel goed te zien dat de Italiaanse raaigras een mooie ontwikkeling laat zien. En dat het op dit moment een dusdanige ontwikkeling is dat na het oogsten van de mais het vanggewas direct door zal ontwikkelen.